En net wanneer we ons er stilaan bij neerleggen, nou ja, dat we allemaal langer zullen moeten werken, tot 67 als het van de regering afhangt, net dan vestigt de PvdA onze aandacht op het feit dat dat niet geldt voor parlementsleden. Die mogen volgens hun reglement nog altijd op hun 55ste met pensioen. Stef Meerbergen toog naar de Kamer. Mogen wij een vraag stellen over de pensioenen? Toch niet over de pensioenen? Ja, over de pensioenen. Ik ben hier een van de oudste. Ja. En hoe oud bent u als ik vraag? 53. Maar dan mag u over 2 jaar met pensioen. Hij wordt zelf 54 jaar binnenkort. Ik dacht, dat is een verrassende informatie. U wist dat niet? Nee, ik wist dat niet. De regering heeft een wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar op tafel gelegd. Langer werken is belangrijk, maar geldt dat voor iedereen? 62 jaar is het voor politici die hier sinds 2014 zetelen. Maar de meerderheid zit hier al langer. 2/3 van de parlementsleden kan nog op 55 met pensioen. De PvdA maakte een studie en vindt dat dat niet kan. Precies een jaar geleden, in juli, beloofde Siegfried Bracke om het pensioenstelsel voor parlementariërs aan te scherpen. Dat is 1 jaar geleden. Ondertussen is er een grondige pensioenhervorming gekomen voor alle ambtenaren, behalve voor de parlementsleden. Er is een zekere zelfbediening daarachter en de mensen vinden dit toch wel een beetje een apenkot zoals dat gebeurt. Namelijk dat diegenen die beslissen dat al de rest langer moet werken, zelf op 55 jaar op pensioen kunnen. Iedereen in België gaat langer moeten werken. Maar blijkbaar voor 1 categorie van de bevolking moet er blijkbaar niet langer gewerkt worden. Want wat blijkt is dat de ministers, dat hier alle rechtse politici die gestemd hebben om tot 67 jaar te werken, wat is dat? Jullie mogen hier allemaal nog op 55 jaar, 2/3 van het parlement mag hier op 55 jaar op pensioen vertrekken. Dat is wel gemakkelijk natuurlijk, hè? Stemmen dat de anderen tot 67 werken en gelden tot 55. Dat is heel gemakkelijk bij rechts, hè? De parlementsleden mogen het uitleggen en de reacties zijn eensluidend, meerderheid en oppositie. Het lijkt op zelfbediening. Hè? U maakt de regels en u bedient zichzelf. Daar lijkt het op. Maar wat mij betreft is dat zeker niet het geval. En ik ben ook gevoelig voor het feit dat u de vraag stelt die vele mensen zullen stellen. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat men verplicht ons tot 67 te laten werken in 2030 en dat die parlementsleden misschien zichzelf een beetje bedienen? Dat vind ik niet... niet correct en dat moet dan verder aangepakt worden. Dat is niet uit te leggen. Hè. Dus ik denk dat, zoals in elke pensioenhervorming, moet dit ook hervormd worden. Ik denk dat het een terechte opmerking is. Als we dat aanpassen voor de rest van de maatschappij, dan moet dat voor ons ook zo zijn. Dus u wil dit aanpassen? Ja, ik vind dat dat moet aangepast worden. Maar nu zijn de excuses achteraf op. Nu moet er actie komen. En wij roepen de meerderheidspartijen op om dit te doen. Wij gaan dat ook nogmaals op tafel leggen van het bureau van het parlement. Het zijn natuurlijk voordelen die men zichzelf heeft toegekend. Dit is het parlement. Het parlement kan alles. Zelfbediening van het ergste soort. Alle Vlaamse partijen vinden dit schandalig en oordelen dat pensioen op 55 niet kan. Hoe komt dat dan dat dat nog niet gebeurd is? Dat is de beste vraag die u mij al gesteld hebt. Dat is een raadsel. Dat is een raadsel. Aanpassen dus, maar zo simpel wordt dat niet. Eerdere pogingen om het probleem weg te werken zijn gesneuveld op het statuut van het parlementslid. Het excuus was dat parlementsleden niet over een sociaal statuut beschikken. Geen werkloosheidsuitkering, geen andere rechten en dergelijke meer. Dat was het excuus. Dus men zei, ja, laat ons dan maar zorgen voor zo'n sociaal statuut en dan bekijken we ook het parlementair pensioen. Alleen, dat is ondertussen 3 jaar geleden. Men moet wel beseffen dat de parlementariërs een volledig apart statuut hebben. Dus als ze die pensioenleeftijd en ook de loopbaanvoorwaarden gaan veranderen, en daar zijn wij als partij voorstander van om daarover te gaan praten, dat men ook dat hele plaatje natuurlijk moet bekijken. De bevoegdheid om dit te wijzigen ligt bij het parlement. De Kamervoorzitter wou liefst geen commentaar kwijt. Maar de parlementsleden van rond de pensioenleeftijd geven elkaar wel al raad. Maar het is niet, dat was afgesproken. Ja, maar hij zou graag mij vervangen. Chris, dat heet dan ontlasten, hè?